hop, die is een hop, lekker. Die is vast heel lekker. Yo, de mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal GamesRoer. En in deze video gaan wij iets heel speciaals doen wat gloednieuw is uitgekomen in Fortnite Battle Royale. En dat is, zoals je rechts onderin mijn beeld ziet, zie je 50 versus 50 now available. Dat houdt dus in dat we niet naar duo's gaan, maar niet naar squads, maar naar 50 versus 50. Dus dat houdt dus in dat jij in een team van 50 man zit tegen een team van 50 man. Dus je speelt 50 tegen 50. Ik heb het nog nooit gespeeld. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus wij gaan in deze video het voor het eerst doen. En ik ben echt benieuwd hoe dit gaat doen. Dus wij gaan een potje joinen. We klikken op ready. En dan zeg ik tot zometeen in het potje. Zo mensen, zitten er natuurlijk in het potje. En ik zie dat er niet 50 tegen 50 spelen, maar 45 tegen 43 at the moment. Dus we gaan gewoon kijken. Ik ga gewoon naar Return Row. Ik heb geen idee waar de rest van mijn 50 team personen allemaal heen gaan. Dus misschien spannen we... Ja, die spannen dus allemaal hier al. Ik weet niet. Ik zie nog niet echt op mijn minimap. Maar ik ga naar Retail. Dus let's go. Ik zie dus nog nu niemand op mijn minimap. Behalve mijn, mijn drie teammates, zeg maar. Dus oké. We gaan dus naar Retail Row. Ik ben benieuwd of daar teammates van mij heen gaan. En anders zijn er alleen maar helemaal alleen voor. Dus ik ben echt benieuwd hoe dit gaat. Ik hoop wel dat ik... ook daadwerkelijk de rest van mijn team, dus de andere 40 mensen ongeveer, wel op mijn map zie. Want ik zie die... Oh, daar, jawel. Oké, als je landt, zie je de rest van je team. Oké, dat wist ik nog niet. Dat is wel even chill om te weten. Oké, dus je ziet er allemaal groene pijltjes op de map. Dus die zijn allemaal daar. En wij gaan lekker naar Retail. Ja, ik weet dus niet of ze de rest van mijn team... Nee, natuurlijk niet. Je kan alleen maar je drie teammates kunnen alleen maar je marken zien. Dus het is ook dat wij een beetje bij elkaar landen. Oké, dat is nice. Het wordt echt wel heel druk met voetstappen, denk ik, in dit... De inventory is ook allemaal veranderd, jongens. Het is zoveel veranderd. Het is zo leuk hoeveel ze deze game eigenlijk updaten. Terwijl we wennen allemaal. En mijn team is nu al dood. Mijn teammate Dragon, what are you doing, mate? Die vent is niet zo goed, volgens mij. En hier zit dus een teammate van mij of een enemy? Dat moet ik wel in de gaten gaan houden, hoor. Oké, dat is een teammate. Oké. Want niet dat ik zomaar mijn teammates doodschiet. Ja, dat kan natuurlijk ook. Want het is wel chill dat ze natuurlijk zo'n fel groen ding boven hun hoofd hebben. Oké, ik heb wel wat wapens. Nog steeds geen AR. Dat is ook weer een team. Oh, wat ligt hier? Iets paar. Een scar. Oh my god, wij hebben het zo goed getroffen. Dankjewel. Wat ik wel eigenlijk hoop is dat je niet je team kan killen. Dat er gewoon uit is. Dat je het gewoon niet kan doen. Want stel, ik heb nu bijvoorbeeld een scar opgepakt. Dat niet even mijn team denkt. Hey, die was even van mij. Dus we prikken jou even in je achterhoofd, weet je wel. Want ik weet dus niet of dat kan. Het is nog steeds wel... Oh, bench is nice. En wat kogels. Het is natuurlijk nog wel... Oh my god, wij hebben het zo goed getroffen. Dude, echt. We hebben alles wat we nodig hebben. Echt. En een shield. Oh my god. En dat ligt ook gewoon een blauwe SMG. Oké, links onderin zie je dus mijn team echt veel kills maken. Holy shit. We killen echt iedereen. Er zijn zoveel mensen al dood. Oké, we moeten even, denk ik wel, best wel snel een beetje de battles opzoeken. Want ik weet dus niet hoe snel die potjes duren. Tot nu toe gaat het best wel snel dat mensen doodgaan. Dus... Oké, we hebben nu genoeg loot, genoeg kogels. Ik ga denk ik een beetje met mijn teammates opteamen, zeg maar. En dan gaan we richting de fabriek, I think. Ik denk dat dat wel een goed dingetje is. Nog een shield. Ik ga dus ook echt gewoon fucking niks overlaten aan mijn team nu, hè. Ze kunnen allemaal stikken. Nee, het is denk ik wel een beetje ieder voor zich. Natuurlijk, dat opdrinken is ook geweldig, jongen. Ik vind het echt sick hoe ze deze game helemaal hebben geüpdate, man. Het is echt heel sick. Oké, ik ga een beetje kijken, een beetje op verkenning uit naar enemies. Want mijn team zit allemaal in Retro nog te bonjouren. Maar ik probeer wel even... Ik wil sowieso een kill krijgen. Want ik heb dit is het eerste potje van mij van vandaag. En het eerste potje in het geheel van 50 versus 50. Dus ja, ik denk... Zou er iemand bij die fabriek zitten, joh? Ik denk het wel. Maar ik zit nu helemaal in mijn eentje. Je moet eigenlijk wel met je team gaan bonjouren. Iedereen is... Oh, we zitten. We zijn maar verspreid over twee stadjes. Oké. Dat is wel even chill om te weten. Ik durf eigenlijk niet in mijn eentje op de fabriek af te gaan. Want stel, daar zit gewoon 6 man, weet je. Dat kan. 1 team die op jou... Oh my god, ik zie daar iemand. Oh, blijf stilstaan. Oh my god. Who the fuck had ik die? Kijk hoe ver dat is. Holy shit. Teammates, kom erop af. Jullie zitten bij Salty. Oh my god, die kogel was perfect. Ik heb hem ook. Dat was echt een heel insane schot. Onze eerste kill is gewoon binnen in 50 versus 50, jongens. Holy shit, die kill was ook wel echt hard, ouwe. Oké, dat was dus 1 guy die doodging. Natuurlijk zullen er vast wel hier meerdere mensen zitten.
Dus ik ga even een beetje verkenning uit bij de fabrieken hier. Een beetje mijn shot kunnen lopen. Ik heb wel even wat meer bouwmateriaal nodig, zeg ik je eerlijk. Want ik heb niet zo heel veel. Hoppa, wat AR-ammo. We hebben ook chill aantal loot. Oh, daar ligt nog even wat steen. Dat is wel nodig, want als ik word bepimpeld, dan bouw ik altijd. En als je dan geen resources hebt, ja, dan kom je ook niet heel ver. Wat shotgunkogeltjes. Het is wel chill dat je nog best wel veel loot hebt natuurlijk. Want jij speelt als team, dus... Ja, niet iedereen gaat heel verspreid zitten, denk ik. Zit nou boven of beneden een kist? Dat is boven of niet? Oh, weer wat shotgun. Dan moet ik even naar boven. Ik hoor ook airdrops. Oké. Mijn team is zeg maar rond de fabriek nu aan het bonjouren. Dus dat is super chill. Wij gaan even hier naar boven. Ik hoop niet dat er iemand zit te campen hier. Denk het niet. Oké, hoppa, een trappetje. Oké, dit is heel sick. Kijk, ons rechte minimap. Oh, kut. Ik heb hier een shield. Ja, ik kan die niet meenemen. Shield voor of bandages. Dan laat ik de shotgun achter, man. Ik heb anders twee shotguns. Een beetje... Het is overbodig. De shield is chiller. Oké, ons hele team is nu bij mij. Dus dat is chill. Bij de fabriek hier. Dus we gaan nu gewoon met z'n allen pushen, denk ik, op het andere team. Kijken of we mensen kunnen vinden. En ja, ik heb al een kill. Dus daar ben ik wel blij mee. Dat was ons doel voor deze pot. Dus ja, dit gaat nice. Ik hoor hierboven nog een kist. Dus dan gaan we die ook... Oeh, shotgun. Ja, ik heb al... Oh, wacht. Wat? Ik moet hier even dit gaan slopen. Oké. Tot nu toe bevalt het me wel. Het is natuurlijk wel wat minder, ja, denk ik, actievol, denk ik. Vooral in het begin. Nee, dat kan ik niet meenemen. Fuck dat. Nog een kist. Holy shit. Maar onze loot is echt heel lekker, ouwe. Ik zeg je eerlijk. Smokes kan ik ook niet meenemen. Shotgun bullets wel. Oké, ik denk dat het gewoon... even die ammo box hier nog meenemen. Dat het nu doel is om... Ik word schoten. Ik denk dat dat mijn team is waren. Ik hoop het. Niet eigenlijk, want ik wil wat kills maken. Ik heb dus ook geen idee waar de rest van de enemies zijn gespannen. Misschien een beetje hier van Retolf naar het noorden, denk ik eerder. Dus we gaan een beetje naar het noorden en we volgen onze teammates. Want iedereen gaat naar het noorden, dus ik denk dat iedereen wel hetzelfde denkt. Dus we gaan lekker. We hebben echt goede loot, ouwe. Dus wij zijn zeker sterk, jongen. Oh, daar zitten mensen. Oké, oh shit. Fuck it. Ik schiet gewoon. Ik heb 29 kogels. Teammates, kijk wel uit. Natuurlijk dat jullie niet doodgaan of zo. Shit, zijn wel heel ver weg, man. Schiet gewoon, fuck it. Oké, daar komen ze dus allemaal aan. Oké, ik ga nu mijn positie innemen op de hangar hier. Ik denk dat ik daar iets ga bouwen of zo. En dat ik dan vanaf daar ga snipen. Want hier is een flink gevecht. Ik weet dus, je kan wel dus je team is revive houden. Dat is wel chill. Niet dat je, ja, anders ben je gewoon dood. En is je hele team nog levend. Oké. Team zit allemaal in de fight hier. Ook daar boven op de berg. Kut. Oké, dit is heel druk hier. Zo druk. Je moet nu denk ik ook je hele speelstijl gaan veranderen. Oh my god. Dit was niet slim. Oh my god. Ik flikkerde per ongeluk. Ik ga wel weer omhoog, denk. Ik moet mijn team helpen. Niet dat we allemaal doodgaan. Tot nu toe gaat het wel gelijk op qua teams. Oh my god. Dit is ook mijn eerste poortje, jongens. Dus ik moet echt even inkomen. Is teammate? Hij zit daar. Daar zit op de... Kutzooi. Gaat bouwen. Zit onder ons. Ik ga hier een beetje naar rechts. Het is echt druk hoor. Je wordt alleen maar schoten. Een beetje omheen kijken. Dat wel. Even iets hoger bouwen. Kijk, daar zit iemand. Die heeft mij sowieso gezien. Hop. Die is knocked. Lekker. GG. Zitten nog meer mensen hier onder mij, denk ik. Goed om me heen kijken. Die guy is knocked. Dus ik maak hem even af. Nice. Lekker. Zitten daar nog meer mensen? Oké, er zijn nog maar 20 en wij zijn met 23. Hij ging dood hier, die teammate. Teammate, no! Mijn E moet echt even inkomen, holy shit. Het is zo druk. Al mijn teammates zijn knocked bijna hier. Je ziet al die plusjes op je map. Oké, ik blijf hier even staan. Daar bij die bomen zit iemand. En daar ook. Bij die bomen zat iemand. Ik heb geen nades. Ik kan wel even weer een shield innemen. Hij zit achter, achter die boom. Lekker teammate. Zien we hem ook? Daar links zit niemand. Oké. Die is vast heel lekker. Holy shit. Die was echt lekker, die kill. Dag vriend. Ik kill gewoon gelijk iedereen. Want niet dat ze gerevived worden. Hier zitten mensen. Oké, dan ga ik hun even helpen. Daar, vriend. Teammate onder je. Lekker. Oh my god, we killen iedereen.
Holy shit! Oké, ik heb wat ammo nodig. Ik heb hier heel wat mensen gekilled. Kut, ik kan niet naar beneden flikkeren. Oh, dit is wel kut, ouwe. Oké, oh shit. Oh, hier ligt wat hout. Oké, nog meer mensen. Holy shit. Het is hier zo druk, hè? Oké, dit was echt hard. Ik vind dit legit echt heel leuk. Maar zitten er nog meer mensen? Was dit iedereen, jongens? Ik denk het wel, man. Wat raar dat die enemies hun teammates, zeg maar, hun niet kwamen helpen. Hier was het gevecht gewoon helemaal, hè? Maar dit was het alleen maar. Oh shit, ouwe. Oké, ik moet nog steeds even... Oké, lekker teammate. Ik moest nog steeds even wennen dat de... Oh my god, hier was ook nog gewoon iemand. Er zijn nog zoveel mensen hier aan het kruipen, man. Ik neem gewoon alle bandages mee die kan. Oké, we hebben heel veel hout. Dus dat is chill. Hier is nog iemand doodgegaan. Die heb ik ook gekild. We hebben 4 kills maar. Terwijl ik dacht echt van... Holy shit, we hebben zoveel mensen geraakt en alles. Dit was echt, echt sick. Dit geeft zo'n kick, ouwe. Ik zeg je eerlijk, zoveel mensen, zo dikke fight hier. En ik heb, oh, nog een 5e kill erbij. Oké, de kills zullen tellen nog steeds langzaam op. Ik ben nu een beetje alle loot aan het stelen hier. Want kijk, hier hebben we een blauwe shotgun bijvoorbeeld. Die wil ik even nemen. Oké, dit is heel erg sick. We hebben heel veel kogels. We zijn eigenlijk pretty stacked nu, dus dat is zeker chill. Hier ligt ook nog allemaal loot. Het is nu zoeken op de andere 8 laatste enemies. Want wij zijn nog met de meerderheid. Hier is ook allemaal gebouwd. Kut, we zitten in die safe. Je hebt natuurlijk ook die safe zone, jongens. Niemand staat daar op te letten op de safe zone. Oh my god. Ik was het ook helemaal vergeten door deze fight, ouwe. Ik zeg je eerlijk. Holy shit. Dit was wel echt even echt spannend, ouwe. Poeh. 5 kills, 8 remain. 8 enemies remain. En ja, we gaan lekker, hoor. Enemies gooien, of teammates gooien smokes. We leven nog met 19 man. Dus ons team. Ik heb echt het geluk dat we in het betere team zitten. In mijn team met 4 man, zeg maar, zijn er wel 2 mensen dood. Maar ja, we hebben het overleefd. En we hebben 60 sniperkogels. Ik heb heel veel bandages. Dus waarschijnlijk redden we de safe zone ook wel easy, denk ik. En dit gaat lekker, man. Kijk, ons team. Ik vind het echt vet dat we met zoveel mensen door die map lopen. Want dat geeft zo'n sick gevoel, hè. Want iemand van de enemies die schiet in, je hebt gelijk 18 man op je, jongen. Holy shit. Full shield, full health. Perfect, jongens. Oké. We hebben 5 kills. Ik heb een Scar nog steeds. Een blauwe tactical. Veel medic shit. En een sniper. Dus we zitten ook al bij een safe. Ik denk dat de safe zone ons inhaalt. Ja, net inhaalt. Dus we gaan wat health verliezen helaas. Maar ja, het zal maar. Het kan niet altijd een feest zijn. En dan gaat er toch... de laatste safe zone gaat toch eindigen iets boven Retail. Waar we toen net sprongen. Oh my god. We hebben gewoon een launchpad, ouwe. Ja, kutzooi. Daar kon ik eigenlijk ook beter mee gaan. Ik had niet door dat ze dat ding hadden gedropt, ouwe. Ach ja, we zitten hier al safe. Oké, nice. We hebben wel wat health verloren, maar hey, dat kan, hè. Dat is gewoon normaal, dat is jammer. Ik weet niet wat mijn team gaat doen. Hier een beetje nestelen of gewoon gelijk door naar de volgende safe zone. Ik roep wel even 1 bandage in, want ik wil wel even gewoon die 75 health hebben. Bingo. Lekker. Oké, let's go, teammates. Laten we gaan, jongens. World War, jongen. Leeft ook nog. Lekker, teammate. Hij heeft alleen zoveel health. Als die zo meteen naast me staan. Ik hoor allemaal schoten. Oké, daar zijn de enemies. Hier zijn de enemies. We gaan erop af, jongens. Kom op, teammates. 8 man remain. Wij zijn met z'n 14e. Ik weet niet hoe iedereen steeds dood. Oh jawel, het team is doodgegaan. Kanus, man. Oké, ik moet even meehelpen. Ik wil wel gewoon dat we dit winnen. Oh shit. Oh my god, die nade kwam perfect op mij, ouwe. Terwijl dat een eerste bedoeling was. Kan dat ook van. Schiet hem af, jongens. Oei, teammate. Wacht, ik bouw je in. Ik bouw je in, jongens. Ze schieten dit allemaal kapot. Waar zitten ze? Oh, daar. Het is hier zo druk. Ze gaan ons legit inmaken, denk ik, op deze manier. Even kijken waar ze allemaal zitten. Achter die heuvel zitten ze. Teammate. Oh my god. Oké, die is knocked. Lekker, GG. Daar bij dat gat zit ook nog iemand. Oh, die had ik ook bijna. Teammates, kom op. We hebben dit. Maak een bunker, jongens. Ik kan hier niet bouwen. What the fuck? Oké, dit is heel erg... Oh my god. Ik bouw hier gewoon even een bunker. Oké, teammates zitten daar rechts. Dat is nice. Wij zitten hier. Daar zit er iemand... Ik kill hem. Anders hebben ze weer een extra teammate. Kut, ik ga even mijn teammate revive hier. Oké, kom op, jongens. We moeten sterk staan. We moeten dit winnen. Ik denk dat het wel echt een ding is dat mensen hun teammates niet gaan zomaar reviven. Dat het vergeten wordt. Aangezien je natuurlijk zoveel teammates hebt.
En iedereen gaat wel een keer dood. Oké, okay, we moeten pushen. Lekker teammates, goed gedaan. Ik moet even naar de safe zone gaan. Oh, daar was het. Waar zit die? Ik heb hem. Oké, okay, we zitten net safe volgens mij. Ja, GG. Ik had die guy even geshotgunned. Hij heeft een medkit. Ik ga voor die medkit, jongens. Oh my god, dit is echt serieus even goed. Zit iemand achter dit ding? Oké, okay, daar zit. Oké. Okay. 8 tegen 4. Wij zijn in de meerderheid. Ik pop die medkit even. Ik weet niet waar mijn team is gedaan. We hebben 7 kills. Dat is een heel goed aantal kills, denk ik. Teammate wordt daar geheeld. Nice. Mijn teammate leeft nog steeds. Ligt daar nog iets needed? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we gewoon maar even een beetje moeten gaan pushen. Niet te hard, maar wel een beetje. Oké, we hebben unlimited hout. Of het meeste hout bedoel ik. Oké, teammate, ik ga hier pushen. Oh, hij zit op het dak. Hij zit op het dak. Hij zit daar. Teammate, op het dak, op het dak. Ik weet niet of ik hier kan bouwen. Zo ja. Oké, nee, kut, kan niet. Hij zit. Oh, kut. Ik kan hier niet bouwen soms, man. Hij zat hier. Oké, daar loopt hij. Hij springt daar, jongens. Lekker. Goed gedaan, hij is dood. We gaan dit sowieso winnen. Ik wil nog even een kill erbij. Ik ben een beetje aan het searchen. Lekker, teammates. Achter ons. Oh my god. Zo druk hier, jongens. Die is ook knocked. Oh my god. Ik denk dat ze gaan campen, man, die enemies. Ik denk dat hij hierin zit. Nee, niet eens. Waar de heck zijn de laatste enemies? We moeten nog tegen 1. 1 guy. Oh fucking yes, ouwe. Het eerste potje van de dag van mij. En de eerste 50 versus 50. En we hebben dit gewoon gewonnen met 8 kills. We hebben gewoon 8 kills. Dat is fucking sick, ouwe. Holy shit, ouwe. Dit was echt, echt een heel sick potje. Ik wil even kijken. View my match stats. Holy shit. Dit... Oh. Holy shit. We hebben sick veel... Oh my god. Dit is onze stats van dit potje. We hebben 5 assisten gehaald. 1 revive, 25 accuracy. Oké, okay. Hits 72. Dat is ook wel chill. Oh, je kan ook je distance, hoeveel je hebt gelopen. Oh, dit is sick. Dit was echt... Echt een heel sick potje, man. Ik zeg je eerlijk, dit was echt niet te geloven hoe awesome dit was. Holy shit. Deze game mode ga ik veel vaker doen. Ik vind het echt een hele sicke toevoeging in Fortnite. En ik hoop dat jullie deze video super dope vonden. Ik ga dit ook streamen. Er komen wel waarschijnlijk meer video's van. Ik zie wel dat er alleen... er stond ergens... Er komt een screenshot in beeld dat hij maar voor een limited time is. De game mode. Dus we moeten gewoon zoveel mogelijk doen, jongens. En ik heb hier zin in. Als we gewoon een keer met een squad gaan. 4 teammates van mij streamen bijvoorbeeld. Gaan we dit een keer doen. En gaan we gewoon lekker knallen. Want deze game mode is echt hard, jongens. Dus jongens... Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen. Dat zou ik super tof vinden. Vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.